Helemaal zuiver, maar dit onderste stuk met het hout wat daaronder ligt, komt uit de camper. Oké. Daar komt. Sukkel. Hij kan zo hard tegen je aanspringen. En het liefste van achteren, dat is de cassette van de oude wc. Ja, nou bijt hij je kont. Deed pijn, schat. Nou, hier staan... hier staat spul wat uit de camper kwam. En dit kwam uit de camper. En dit is echt... dit is echt vreselijk. Niet te geloven, man. En dat weegt allemaal. Hè? Kijk, dit is de cassettetoilet. Die eruit is gekomen. Nou... Die is zeker een centimeter of 50 hoog. En dat is echt... Als dat ook nog op die wielkast moet komen, dan moet je ongeveer staan op dat ding. Dus dat wordt hem niet. Die, of we moeten kunnen toveren. Geen idee. We gaan het zien. Dit hier, dat is het voorsfrontje van de gaskachel die erin zat. Dat is ook een verhaal. Die gaskachel wilden we onder het bed. Die moest een kwartslag draaien. Omdat die kast waar die onder zat weg is. En toen bleek die hele aansluiting met de gasleiding totaal verrot te zijn. Die hebben we los moeten jenken, echt. En dat gaf ons het idee dat die kachel gewoon super gevaarlijk is. Dus die komt niet meer terug. En wat we voor verwarming doen, weten we eigenlijk nog niet. Dit is de hele badkamervloer. Dit was alles wat we hadden. En dit was het badkamermeubel, wat hier zo staat. Super breed, je kon daar helemaal niks mee, maar het nam enorm veel ruimte in beslag. En ik vind het in zo'n kleine ruimte onzin om een apart wasbak te hebben. Je kan je in de keuken makkelijk wassen en tanden poetsen. En dat gaan we gewoon doen. Koken voor de leidingen en dat wordt gelijk deurpost ofzo? Ja, gelijk wel, alsof je een bintje kan, maar een kokertje. Netjes. Oh, van die dunne latjes? Ja. Oh, perfect joh. En ik zie een mooie wielkas. Ja, die was... Ja, dat is die kast er. En gleuvenroer. Ah, kijk aan. Yep. Nou, voor de rest zit alles vast behalve dan. Ik was hiermee bezig, dus nu moet ik kijken van hoe... Hoe dat ging. Netjes. Nou, een oude douche. Het is goed dat we het bewaard hebben. Ja. Maar dit is ook prima. Dus dit wordt de deurpost. Smal, maar... Vrolijk. Ja, je kan er maar lopen. Jawel, ja, nu nog. Maar dadelijk als het de muur is, wordt het wat lastiger. Nee, dus dit is het eigenlijk. Mm-hmm. Ja, precies. Je moet dus niet de schoenen hebben die dit zijn. Nou, het is dus gewoon wennen. Het is smal. Ja. En dit wordt een geheim vakje hier. Ik moet je vertellen, ja, dat weet alleen maar die paar mensen die YouTube volgen. Dat is leuk. 100.000. 100.000, zo dan. En we hebben nog van dat aquaspul over waar we Steve zijn badkamer mee hebben gemaakt om de muren en de vloer waterdicht te maken. Nou, we hebben op verschillende sites hebben we douchebakken gezien. 60 bij 60 zouden inpassen. Maar we willen eigenlijk de douchebak gewoon zo groot als de hele badkamer hebben. Allemaal, maar het is echt een veel betere open indeling. We gaan voor onze eigen tank en
3 grote jerrycans van 12 liter. Per stuk. Oeh, Indietje zo braaf. Oeh, Indietje zo braaf. Kom eens hier. Oeh, zo braaf. Ja. Oeh, je brave kindje. Oeh, je brave kindje. Poppetje, 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 pa. Als ik in ga staan, en nu staat er heel veel rotzooi overal, dan is het best wel breed. Dit is een muur die is voor het raam gezet. En dan komt hier een deurtje. Als ik even in het bed klim, hier hebben we ruimte overgehouden. Het plan was om het raam om te draaien, maar dat gaat niet. Hij zit echt muurvast door de nieuwe kit die we hebben gebruikt aan de buitenkant. Dus we laten hem zo. We hebben de muur van de badkamer hebben we iets naar voren gehaald. Zodat we er ook in de toekomst bij kunnen als er iets is met de leidingen. En we kunnen dus gewoon bij het raam. En hieronder, dat vind ik wel heel gaaf, hebben we een geheim hok. Ja, niet als ik het op YouTube zet natuurlijk. Er komt gewoon een paneeltje voor. En hier komt natuurlijk op de matras en kussens en dergelijke. Dus het valt dadelijk niet op dat dat open kan. En daar zouden we onze laptops in kunnen doen als we gaan wandelen of zo. En nou ja, Geer heeft hier de elektriciteit allemaal vernieuwd. Dat zat echt heel vreemd allemaal. En er waren dingen gewoon niet aangesloten. De boiler... Gewoon de originele boiler heeft nieuwe leidingen gekregen. En de oude tank, want we wilden eerst een nieuwe tank kopen. Maar dat doen we niet. De oude tank is er nog. Die staat al op zijn plaats. En hier komt dan een aanvoer. Hij stond alleen in de breedte van de auto. Dit zijn de oude gaten. En nu komt hij onder de bank in de lengte. Keukentje is nog niet zoveel veranderd. We moeten natuurlijk heel veel verven, schilderen. Het plafond moeten we bijwerken. En we hebben besloten om iets meer met houtafwerking te werken. Dus zoals hier. Dit hout hier. Dat hebben we gelijmd. Dat ga ik bijten. Een beetje ongelijk. Dat vind ik heel gaaf. Nou, dat hout dat heb ik bij een houtsloperij. Ja, die hebben ze hier in Zweden. Weggehaald. Dat ligt hier allemaal. En dat gaan we gewoon ook gebruiken. Niet die dikke binten, maar dat dunne spul in ieder geval. Ja, het lijkt net alsof het niet opschiet, maar er is gewoon echt heel veel veranderd, want alle elektriciteit is vernieuwd. Dus nu weet Geer ook van ieder snoer wat er is, waar het voor is. En nou ja, er zijn bepaalde zaken die we dus hebben aangepast. Zo hebben we hier 2 stopcontacten. 1 voor de omvormer en 1 voor buiten. Die pijp hier, daar heeft de afvoer van de kachel op gezeten. De ventilatie, maar dat laten we zo. Dat is een mooie ventilatie voor het oventje. Oventje is perfect, zegt. Ik heb er zelfs brood in gebakken. Dit paneel is er af geweest. Alle snoeren zitten er netjes achter verwerkt. En... hij heeft hier langs de vloer heeft die snoer gelopen en hij heeft hier in de vloer een ruimte gefreesd waar snoeren in lopen, zodat er dadelijk niks meer te zien is. Hier is de accukist gemaakt. Dit wordt, die plastic bak, wordt de la die we hier uittrekken. En de ruimte die erover blijft is voor de stoeltjes en... eventuele picknicktafel, die we in feite gewoon hier binnen houden. Jip, we missen een stoel. En dan hebben we hier een kistje voor ja, schoenen, kaarten, noem het maar op. De hele bank komt zo hoog als dat randje. Dus er komt een raamwerk op, zodat we iets hoger zitten dan 40 centimeter. En dit is standaard als we aan het klussen zijn. Hallo. Maar goed, ik sta in de weg, dus ik ga het even... Ik ga het even move it. Move it, move it, move it. Er is veel veranderd.
Je ziet het nog niet echt. We kijken weer tegen de oude vloer aan. Komt allemaal goed. Ik hou jullie op de hoogte.